introductie hoeft niet. Nee, want ik zag die tekst, die las ik even, denk dat hoeft niet zo. Nee, in korte gewoon tot, historicus bekend en... Ja, doe maar bijklussende AOW'er. Ja, doen we dat, bijklussende AOW'er, die wel een nieuw boekje heeft geschreven. Ja. Wat is geluk? En het is een, nou vertel het zelf maar, wat voor boekje is het? Het is een boekje over geluk, wat min of meer toevallig tot stand gekomen is. Want de uitgever belde mij in het jaar, denk ik, 2018. Toen was geluk het thema van de Boekenweek. Precies. Of ik op zeer korte termijn nog een boekje over geluk zou kunnen schrijven. Nou, dat kon ik niet. En toen vroeg ik hem het jaar daarna, is het voorstel nog steeds valide? Toen zeiden ja, dat was zo. Dus toen heb ik een paar boekjes over de geluksindustrie gelezen. Maar ik maakte me wel zorgen, krijg ik daar zelfs een dun boekje mee vol. Bedoelt u? Nou, omdat die receptuur, die is zo simpel, die stond ook vroeger in je schoolagenda. En dat is voldoening, ja, zinvol? Wie hard werkt, leert het. Zo in die teksten van die orde zijn het eigenlijk in grote trek alleen veel ingewikkelder geformuleerd en zo. Zieker. Maar gelukkig had de uitgever volgens mij de suggestie, kun je niet iets over je eigen geluk schrijven? En dat heeft al heel snel het boekje overgenomen, want dat schreef zich ook als een scheet werkelijk, want ja... Je hoeft niks op te zoeken, je hoeft niks te verantwoorden. Je kunt moeilijk in een nood zetten, hè. Zie M. van Rossum. Mijn eigen leven. Ja, geboorteakte. Nee, ja, dat is... Nee. Nee, dus het zijn boeken waarin, zeg maar, uw eigen ervaringen en gebeurtenissen uit uw leven die u gelukkig heeft gestemd. Heel selectief, ja. Ja, maar het leuke is ook dat u vertelt of u... Het doet ook aanbevelingen voor boeken, musea, ja, en films. Ja, je moet die iets andere zeggen. Mensen, de kijkers thuis, de lezers, de mensen hier, die geluk zouden kunnen stellen. Ik hoor ook gelukkig van de krokussen, maar ja, die kunnen de mensen zelf ook wel gaan bekijken natuurlijk. Nou ja, nee, maar nee, je moet er wel een oog voor hebben. Ah, ja, je moet er oog voor hebben, dat is waar. Maar als je nu geen oog hebt voor de krokussen, dan weet ik het ook niet meer. Dan moet je naar de opticien. Wat is uw definitie van geluk? Nou, ik begon eigenlijk met een heel uitsluitende definitie van geluk. Namelijk dat geluk toch een vrij transcendent moment is. Waarbij je plotseling overweldigd wordt door de gedachte dat heel even het universum precies zo in elkaar zit. Als jij vindt dat het in elkaar moet zitten. Dat kan. Maar ja, toen dacht ik dat je hebt wel van die momenten, die kun je ook wel beschrijven en zo. Maar ik moet het wat oprekken. Ik moet een wat breder geluksspectrum gebruiken. En dus ook, ook tevredenheid, grote tevredenheid, tot en met, van tevredenheid tot en met het transcendente geluksmoment, dat zit er in principe allemaal in. En wanneer was uw laatste transcendente geluksmoment voor u? Dat was vanmiddag om 1:15, toen ik bij mijn favoriete krokusakkertje stond. En omdat ik keek als het met tegenlicht, waardoor die zijn paarse krokussen te midden van nog steeds goed van kwaliteit zijn de sneeuwklokjes. En die paarse kleur, dat heet dat shimmering in het Engels? Ik zou niet weten wat het in... Nee, ja, sorry voor al die Engelse woorden. Ja, shimmering, dus denk pot van drie. Hè? Dat de heren dit voor mij georganiseerd heeft. En het roert u op dat moment? Nou, dit was niet een van die transcendente geluksmomenten waarbij de tranen in je ogen springen. Maar ik was wel blij dat ik er naar kon kijken, ja. Ik ben ook een tijdje blijven staan, waardoor de mensen aan meteen gaan kijken. Hij is niet goed. Ja, precies. Hij is niet goed. Gaat het dan goed met meneer Van Rossum? Maar dat is wel mooi, dat u wel gewoon nogmaals de ogen heeft om het te zien. Mede een loopt er gewoon langs. Ja, zeker nog. Ik heb de afgelopen tijd eigenlijk mijn hele wandel. Ik wandel elke dag een uurtje en ik heb mijn wandelroute speciaal. Ik heb nu de krokusroute, loop ik nu. Ga je een bepaalde route lopen? Ja, want ik weet precies waar die krokusakkertjes zijn en daar loop ik dan langs. Nou, we gaan het zo hebben over de tips die u ook doet. Eentje is dat ik ga wandelen. Nou, die kunnen we vast vertellen, vast verklappen. Ja, begin op de Malibaan in Utrecht aan de oostkant en loop naar de westkant. In principe heb je dan ook tegenlicht, dat is wel wat fraaier denk ik dan licht mee. Ja. En dan zul je zien dat die Malibaan is dat vol met krokussen, dat is echt wonderbaarlijk. Die hele zee van krokussen in Nederland, dat is een recent verschijnsel. En het gekke is, mijn theorie is dat de bollenkwekers, dat die allemaal hun krokusbolletjes weggedaan hebben. Want ik heb nog eens gesproken van een conferentie van bollenkwekers.
In serieus? Ja, toen zei ik dat ik zo dol was op krokussen. En toen zei ze, er wordt geen cent verdiend aan die klote krokussen. Maar dankzij, ja, misschien nu wel. Nou nee, want volgens mij verspreiden ze zich in een relatief hoog tempo langs de natuurlijke weg. Oké, de krokussen. Laten we even hebben over het geluks... Nederland behoort tot een van de gelukkigste mensen van de... Naties. Ja, van de naties, als het wel. Ja. Hoe komt dat, dat wij Nederlanders zo gelukkig zijn? Omdat het verhoudingsgewijs een goed georganiseerd, even afgezien van de rijbewijzen voor 75-plussers... is het in Nederland goed georganiseerd. En dat is natuurlijk altijd een comparatieve zaak. Je hebt natuurlijk allerlei mensen zeggen, we zijn eigenlijk een klote land en zo. En ik wil emigreren enzovoort. Maar dan moet je altijd afvragen, als dit een klote land is, noem mij dan het land waar het op enige wijze beter in orde is. En dan moet je ook een breed spectrum van eisen en gegevens hebben om dat goed te vergelijken. Kijk dat Rwanda, daar heb je nu die 130.000 olifanten. Ja. Wat natuurlijk wonderlijk is, is hebben 5 jaar gehoord dat ze bezig zijn op grote schaal uit te sterven. En nu blijkt dat heel Rwanda vertrapt wordt door een horde olifanten. Die zo groot is geworden dat ze waarschijnlijk met machinegeweren neergemaaid zullen moeten worden. Dat is raar, toch? Of ja. Niet? Ja. Ja, ik vind dat dan raar. Ja. Maar goed. Want niemand op het idee kwam bij de media om te zeggen, ja sorry, maar dat, ja, 2 jaar geleden zeiden we nog dat ze op uitsterven stonden, maar waar deze lui vandaan gekomen zijn, God mag het weten. Die hebben zich uniek voortgeplant in de wouden van Rwanda. Maar dit terzijde. Maar wat zijn nou de ingrediënten waardoor Nederland, want het is ook Scandinavië, staat bovenaan. Als je zou een patroon op kunnen stellen, ja, dan kom je er toch op dat het vrijwel allemaal betrekkelijk kleine landen zijn. Rijke landen natuurlijk. In principe is het inkomen per hoofd toch al heel gauw, zit dat ergens rond de $50.000 per jaar. Dat is een punt. Het zijn democratische landen in het algemeen. Het zijn Noordwest-Europese landen of nederzettingen van Noordwest-Europese landen. Canada, Australië. Australië, Nieuw-Zeeland, ja. En dan heb je de top 10 heb je dan wel te pakken wereldwijd. En u zegt, zeg maar, het beste systeem is eigenlijk democratie en een sociaal liberalisme. Nou, wacht even, er moet wel een soort verzorgingsstaat zijn. Ja, oké. En de verzorgingsstaat die kost natuurlijk belastinggeld. Ja. In Nederland betalen we ongeveer 50% van het bruto product wordt aan belastingen betaald. Daar wordt veel tegenover geklaagd door tal van mensen die ik ken. Maar ik zelf ben wel bereid om te zeggen, hoe hoger het niveau van belastingen, hoe gelukkiger de burgers zijn. Kijk, ze blijven stil. Nee, ik kon iemand zeggen... Geen gejuich in de zaal. Hè. Dit is allemaal volk wat al vindt dat ze veel te veel belasting betalen. Als je überhaupt in staat bent om in Amsterdam te wonen, dan moet je al miljonair zijn. Hè. Maar dus, niet voor dus, niks ga ik straks terug naar Utrecht. Utrecht. Rapport Sociaal Cultureel Planbureau zegt dat 67% van Nederlanders is gelukkig. 15% zelfs zielsgelukkig. Ja, ja. Dus het is bijna 80%, meer dan 80%. 82 is dat. Precies. En toch, dat heel veel Nederlanders zijn niet tevreden met de samenleving. Nee, dat is paradox is er al een hele tijd, eigenlijk al een kwart eeuw of langer. En dat is dat als je een Nederlanders vraagt, wat vindt u van uw eigen leven? Ze zijn enorm tevreden met hun eigen leven, hun partner, de straat waar ze wonen, het werk wat ze hebben. Je kunt het zo gek niet verzinnen, ze zijn er tevreden mee. Zoveel dat je denkt, klopt dit eigenlijk wel? Hè? Nee. Ja, we hebben ook 40% echtscheidingen, dus dan moet met die partners er ook iets los zijn op een of andere manier. Maar goed, dat zeggen ze. En vervolgens vraag je, hoe gaat het met het land, met Nederland? Nou, volledig naar de verdommenis. We hangen echt aan de rand van de afgrond. En je moet toch zeggen, die Thierry Baudet die heeft gelijk, Troje brandt. Dat zei hij namelijk in die reden op zijn congres, dat het huidige Nederland het beste vergelijk is met het brandende Troje. Er is een heel wonderlijk soort van ondergangsstemming, die helemaal niet karakteristiek is trouwens voor Nederland, maar die vrijwel overal in het Westen vrij prominent aanwezig is. Maar die angst, is het die angst door de media die wordt ingeboezemd, of hoe komt dat dan precies? Ik ben wel geneigd om te zeggen dat die angsten, of die ondergangsangst, laten we het maar even zo noemen, want zo zou je het wel kunnen noemen, dat die voor een niet onbelangrijk gedeelte toch voortkomt uit het 24/7 media bombardement, wat natuurlijk per definitie negatief is. Geen nieuws is goed nieuws. Nee, zo is het maar net. Hè. Ja.
Dat is dus het. Eigenlijk zou hij gewoon pleiten voor een keer gewoon geen 8 uur journaal. Nee, nieuws is altijd per definitie slecht nieuws. Ja. Zo is het. En daardoor denken de mensen, dan is natuurlijk de klimaatopwarming en hoe moet het met mijn kleinkinderen en Jezus nog aan toe. Waarbij je denkt, kom op jongens, we hebben wel even tijd, het wordt erger gemaakt dan het is. Ja, Groenland kan in zijn geheel smelten, maar dat duurt 700 jaar. Ja, ik zie dat u het niet gelooft, maar u zult zien, het zal kloppen. Antarctica moet smelten, dat duurt 5000 jaar. En dat maakt wel verschil, dan komt de zeespiegel 70 meter hoger te staan. Dus als je echt op lange termijn denkt, moet je wel een vakantiehuisje in het Sauerland kopen. Dus je zegt eigenlijk, het valt wel mee? Het valt meestal wel mee, ja, zeker. Ja. U noemt zichzelf geen optimist, geen pessimist, maar u zegt, ik ben een neutralist. Ja. Wat is een neutralist? Is dat nu hetgene wat u net heeft verteld? Kijk, een optimist die veronderstelt dat hij iets weet over de toekomst. Namelijk dat hij er fraai uit zal zien, dat er mooiere zonsondergangen zullen komen en de merels nog mooier zullen zingen dan nu. En ik weet dan niet wat, dat Trump spoedig doodgaat en nou ja, we kunnen nog een paar dingetjes verzinnen. Rutte gaat naar Brussel, Thierry Baudet komt om in het brandende Troje, whatever. Maar dat weten we helemaal niet. De pessimist veronderstelt ook dat hij iets weet over de toekomst, namelijk dat hij veel beroerder zal zijn dan het heden. Ik claim alleen maar dat ik niet weet wat de toekomst zal brengen. Of dat in positieve zin zal zijn of in negatieve zin. Waarbij ik altijd een leuk gedachte-experimentje geef. Denk nou 100 jaar terug. Dan zit je dus in het vroege voorjaar, wat zeg ik nog, in de winter van het jaar 1919. De vrede van Versailles is nog niet gesloten. Het vrouwenkiesrecht is in Nederland nog niet gerealiseerd. Zou je in 1919, ga het even na, misschien voor historici wat makkelijker dan voor niet-historici, hebben kunnen voorspellen, laten we zeggen, hoe de 20e eeuw zou verlopen. Nee. Voor geen moment, voor geen meter, werkelijk niets. En dat geldt voor technologie, dat geldt voor medische ontwikkelingen, dat geldt natuurlijk voor het feit dat verdomd nog aan toe, precies 20,5 jaar later, de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, die nog veel verschrikkelijker en verwoestender en ontzettender was dan de Eerste Wereldoorlog. He? Met andere woorden, leef gewoon de dag, leef nu. Ja, loop langs die krokusjes. We gaan een paar tips voor u doornemen. Er zitten heel veel leuke tips in. Alleen de eerste tip, daar kan ik u niet helemaal bij involgen. En dat is? Daar komt die. Neem een kind. Ja, ja, dat klopt precies. Heb je kinderen of niet? Nee, ik moet ook niet aan denken. Hoe oud ben je? 40. Je weet dat het bij mannen nog een hele tijd mogelijk blijft, hè? Die waarom je nou weer een huilend kind laat zien. Dat vind ik. Daar begrijp ik. Dus ze huilen veel, maar niet zoveel. Het geluksonderzoek is heel ambivalent over kinderen in de zin dat veel mensen diep teleurgesteld zijn. Die hebben zich enorm verheugd op kinderen en dan valt het bitter tegen. He, ze braken de dekentjes onder, ze huilen de hele nacht door. Postnatale stress. Ze breken een vingertje, weet ik veel wat ze allemaal niet voor verschrikkelijke dingen doen. En het blijkt een enorme fysieke en geestelijke inspanning te zijn, zeker die eerste jaren. Maar ik had er, heel anders dan de meeste mensen, had ik er geen positieve verwachtingen van, als neutralist. Het viel mij 100% mee, ik kan niet anders zeggen. Maar wiens idee was het, uw vrouw of voor u? Mijn vrouw. Maar u zei ja, ja dat heb ik hier nou niet opgenomen, maar wij waren al jaren getrouwd en hadden elk jaar een onderhandelingsproces waarbij we zeiden, zullen we nou wel kinderen krijgen of zullen we ze niet krijgen? Dat kwam omdat mijn vrouw een zeer voorspoedige carrière maakte. Steeds hoger steeg en steeds meer ging verdienen. En nou ja, dat beviel ons prima natuurlijk. Ja, mij nog meer, dan haar eigenlijk in allerlei opzichten. Mijn carrière verliep helemaal niet voorspoedig, moet ik erbij zeggen. En ik had altijd tegen mijn vrouw gezegd, God, als je nou carrière wil maken, want het zag er echt naar uit dat het geweldig ging verlopen allemaal. Het is tenslotte toch wel gebeurd, maar goed. Ik hoef geen kinderen. Ik had daar geen verwachtingen van. Ik had niet een speciaal idee, ik wil dolgraag kinderen. En na een jaar of 5 zei ik, wil toch wel kinderen. En die hebben wij toen allebei verwekt in Joegoslavië. Weet je ook precies nog waar het was en wanneer? Omdat als je met de pil ophield, dan had je een bepaalde wachtperiode, dan mocht je niet vrijen. Althans niet zodanig dat het naar nageslacht zou leiden. Ja.
En dan na een paar weken, dan mocht je beginnen. Nou ja, dat telde je de 9 maanden bij op en baf. En dan heb je hem. Ja, ja. En het beviel mij zo goed dat ik tegen mijn vrouw zei, na nog de geboorte eentje van 2, wat dacht je van een derde? En dat is ook gelukt? Nee joh, ze wou absoluut niet meer. Zij niet meer? Nee, ze zei ook uit het kraambed, flikker maar op. Maar u wilde wel nog? Met je kinderwens. Ja, ja, met de kinderwens, ja, ja, dat snap ik. Maar heeft het hebben van kinderen, wat is dat dan, wat die dan gelukkig maakt? Is dat de vertedering van ze? Ik had dat helemaal niet voordat ik ze had. Ten eerste viel mij op dat mijn eigen kinderen veel leuker waren dan de kinderen van andere mensen. Dat hoor je vaak. Dat hoor je vaak bij je ouders. Ja. Maar het ja, heeft mij ook, ik kan onmiddellijk vertederd raken van peutertjes en kleutertjes en zo. Als ik door het park loop. Ik weet wel dat ik nog wel eens jaloers ben op mensen die er nog aan dat hele circus moeten beginnen. En dan hebben ze zo'n peutertje bij ze met zo'n loopfietsje, hè, weet je wel. Die kinderen die kunnen een tempo ontwikkelen met zo'n loopfietsje. Dat is ongelooflijk werk. We hebben eigenlijk helemaal geen trappers nodig. Ja. Dat is trouwens ook iets zoiets geks. Vroeger kreeg je 1 fiets als je 12 was. Of met de communie. En daar zat de blok. Ik ben areligieus opgevoed. Ja, okay, goed. Vandaar dat ik nog een normaal mens ben gebleven. Ik kreeg blokken op de trappers. En het zadel werd op de stang gemonteerd, min of meer. Zodat je eindeloos met die fiets door kon. Mijn kinderen, de oudste is nu 12, die is geloof ik al aan zijn 4e fiets toe. Een kleinkind, hè? Ja, sorry, een kleinkind. Ja, ja. Ja, daar zie je aan. Want die kleinkinderen, dat is ook een. Ik vind het een enorm genoegen, die kleinkinderen. Ben je ook zo open die alleen maar foto's van de kleinkinderen in de telefoon heeft? Nee, ik heb geen foto's in mijn telefoon. Okay. Ja, van de krokussen, maar die moeten er van. Die gaan er zo uit. We gaan naar tip 2. Nee hoor, ik vind het allemaal prima, bloemen. Nee, tip 2. Dus, vraag niet te veel van jezelf en overschat jezelf niet. Ja, dat kwam door mijn dissertatie eigenlijk. Ik had al 2 onderwerpen wegens verregaande saaiheid had ik die afgedreven. Met trouwens volledige toestemming van mijn promotor. Die zei, ja, je moet wel iets doen wat je leuk vindt, dus als je dit nou geen zak aanvindt, dan kun je er beter mee ophouden. Dus ik was daarmee opgehouden met die 2 onderwerpen. Toen was ik al 3 jaar bezig of zoiets dergelijks. En toen ben ik overigens door iemand anders getipt over mijn uiteindelijke onderwerp. Dat heb ik allemaal ontzettend leuk beschreven in het boekje. En ik vond zelf, omdat dat deels ging over mensen die literair schreven, grote Amerikaanse schrijvers, literaire critici, ik vond wel dat het een beetje, dat het niet zo'n onbeschrijfelijke klote dissertatie mocht worden als de meeste dissertaties zijn. Dus ik vond dat het ook wel een beetje blits geschreven moest worden. En? Ja, dat is geen goed voornemen. Dus na jaren modderen, dacht ik op een goede dag, het enige wat ik kan doen is beginnen met schrijven. Het was ongelooflijk, zeg, had ik dat nou maar eerder gedaan. Dan was ik eerder van de zorg af geweest en het liep eruit. Ten slotte, de eerste hoofdstukken, dat ging nog vrij moeizaam, kun je het nog goed zien aan de stijl van het proza. En tenslotte die hoofdstukken, het ging zo ontzettend hard. Dat ik ook altijd alle noten achteraf moest opzoeken. Ja. Dat klopt waarschijnlijk ook geen bal van. Maar ben je een makkelijke schrijver? In de zin van, vind je het makkelijk om te schrijven? Of moet je er echt naartoe gaan zetten? Ik moet me ertoe zetten. Ja. Het is altijd een. Kijk, praten en schrijven, dat zijn 2 totaal verschillende dingen. Zeker weten. Ik begrijp ook dat in scanners dat verschillende centra zijn in je hoofd. Mensen zeggen altijd tegen mij, joh, waarom laat je gewoon niet een bandrecorder erbij lopen, dan kun je alle gelul zo af laten drukken. Klinkt zo lollig. Maar het zijn 2 totaal verschillende dingen. Schrijven is een vrij inspannende arbeid, waarbij je toch je concentratie vrij hoog moet zijn. Je kunt ook bijvoorbeeld niet 8 uur per dag schrijven, dat is een volstrekte illusie. Ik denk dat ik probeer in principe zo'n 1000 woorden per dag te schrijven. Ik heb zo'n beetje tegen mijn vrouw gezegd wat ik ging doen en dat ik zo blij was dat ik heel iets over mezelf kon schrijven, omdat het zoveel makkelijker was dan over die onderwerpen schrijven, waar de hele boel toch op orde moet zijn en zo. En nou ja, goed, moet een beetje redelijk in elkaar zitten. Ja. En toen zei ze, denk erom dat je niks over mij schrijft. Ja. Nou, dat was natuurlijk een zegen. Want ook over mijn eerste vriendin, ja, ik heb nou opgeschreven dat haar vader mij de deur uitgezet heeft. En dat klopt? Ja, dat is volkomen juist. Ja. Hij vond mij eigenwijs. En hoe lang ben je al getrouwd met die... en lang ben je al getrouwd met die huidige vrouw?
Vanaf mei 69. En nog steeds gelukkig getrouwd. Ik weet niet of je na een halve eeuw gelukkig getrouwd bent. Maar wel nog steeds samen. Ja, maar het huwelijk is een hele ingewikkelde onderneming waar ik nou verder vanavond niks over ga zeggen. Ja. Maar het vraagt staying power. Staying power? Staying power, en wat is staying power? Staying power, dat is zwaarder dan de Tour de France rijden. Misschien omdat je ook heel vaak gewoon buiten het huis bent. Misschien dat dat ook misschien nog helpt in een relatie. Dat je kan nou, af en toe ik denk dat je, ja, zeker. Het is zeker zo dat er een moment komt dat het verstandig is om elkaar niet al te intensief elke dag te zien. Ja, of je moet een hartstochtelijke liefde hebben opgevat. Die bijvoorbeeld weer ontbrand is na enige tijd. Ja. Maar het hele probleem natuurlijk met de romantische opvatting in onze cultuur is dat ze zo in hoge mate misleidend zijn. Ja. He, want we trouwen uit liefde, dat is dan als je dus in geestelijke verwarring verkeert vanwege verliefdheid. Ik heb begrepen dat studies van het brein leren dat verliefdheid, dat je gewoon kan zien dat er gewoon iets totaal mis is. Ja, nee, het is gewoon een kortsluiting in je hoofd. Die hele knoppencentrale, die werkt niet meer. Nee. Daar komt het op neer. Nee. Als iets interessant is, is dat mensen diep verlangen naar een partner en naar het huwelijk en naar vreselijke romantische gedachten hebben. En dan zijn ze 2-3 jaar getrouwd en dan vallen ze op zijn best terug in de oude gelukstoestand. Want ja, dan begint er namelijk een heel nieuwe fase in die relatie. Namelijk dat je in staat moet zijn om boodschappen te doen zonder elke week herrie te krijgen. Ja. Maar het is u wel gelukt? Ja, zeker. Al koop ik elke week de verkeerde bloemkool, maar in principe lukt het wel, ja. Door naar tip nummer 3. En dat lees meer, kijk minder. Ja, ja. Dat vind ik wel. Ja, en welk boek lees je op dit moment? In Westen niets Neues. Van Remarque? Ja. Het boek gaat over de Eerste Wereldoorlog. De belevenissen van een Duitse soldaat. Ja. Mooi boek. Ja. Waarom meer lezen en minder tv kijken? Wat is daar het idee achter? Omdat lezen andere... Oh, u zet het even van zo. Anders is het... Ja. Lezen vraagt andere... functies van je brein. Kijken is, vooral naar de tv kijken. De meeste programma's vragen nou niet zo heel erg veel van je geestelijke capaciteiten. Het is ook heel verstandig als je bijvoorbeeld hebt zitten schrijven of je hebt heel intens zitten lezen. En je gaat meteen in je bed liggen, dan kan je niet slapen. Maar ga je eerst even een uurtje tv kijken, dan moet je al oppassen dat je bij de tv al niet zo diep in slaap bent geraakt. Dat je echtgenoot bang is dat je overleden bent op een of andere manier. Dat is natuurlijk een angst die op onze leeftijd steeds prominenter gaat spelen. U bent 75 geworden. Ja, je bent iets te laat, dan denken ze al, oh god. Ja. En bij lezen, vergeet niet dat je bij lezen een groot deel van de wereld waar je over leest zelf moet creëren. In fantasie in je hoofd. Ja, die moet je zelf maken. Nog afgezien van het feit dat van al die personen moet je, die worden wel gedeeltelijk gedetailleerd beschreven, maar nooit gedetailleerd genoeg. Dus die moet jij ook maken. Vandaar dat je altijd zo bitter teleurgesteld bent als je de verfilming van een favoriet boek ziet. Dat je denkt, dit is totaal verkeerd. Ja. Denk aan die kutmolentjes waarmee er in de ban van de ring begint. Dat je denkt, god allemachtig. U heeft heel veel gelezen als kind. Hè? U zit Winnie de Pooh. De Wind in de Wilgen en Niels Holgersson. Ja. Moet ik me voorstellen, u als klein jongetje las heel veel. Las alles wat u las. Ja, zodra ik het kon. Ja. Dat was een onbeschrijfelijke zegen. Ja. Zat u echt alleen maar te lezen dan? Was dat uw enige uitvlucht? Nou ja, mijn moeder riep wel eens, ga toch eens buiten spelen zoals gewone kinderen. Dus dat geeft toch aan, je weet dat de doodsangst van elke ouder is, dat hij een afwijkend kind heeft geproduceerd. Ja. Of welke aard dan ook. Als ze maar gelukkig zijn uiteindelijk, zeggen ze. Ik geloof dat ze zelfs dat geen reet kan schelen, mits ze maar net zo zijn als alle andere mensen. Hè? In het begin. Ja. Maar mijn moeder had veel voorgelezen, deed ze ook heel goed. Maar ja, ik vond lezen leuk. Ja, wat moet ik er verder van zeggen? Vergeet niet, we hadden geen tv. We hadden geen radio. We hadden wel aansluiting van de draadomroep, maar die werd nooit gebruikt. Je las een krant, de familie las een krant. En mijn moeder abonneerde zich altijd op dat panorama, omdat zielige studenten langs de deur kwamen met een uniek aanbod om de panorama te gaan lezen, die toen overigens een heel ander blad was dan die nu is. Ja. Daar wijs ik wel met enige nadruk op. Wat was het vroeger dan, voor blad? Dat was vroeger een keurig familieblad. Ja. Een breed spectrum familieblad. Ja.
Oké, okay, ja, dat is nu anders. Ja, dat is nu anders. Ja, hoe kijk je naar die hele ontwikkeling dat kinderen veel minder lezen en dergelijke? Ja, dat vind ik wat droevig. Ben je daar een pessimist of een neutralist? Neutralist. Nog steeds? Ja, de meeste mensen hebben nooit een zak gelezen. Dat is helemaal geen opmerkelijke ontwikkeling. In feite worden er nog steeds heel wat meer boeken verkocht dan in de jaren 50. Je moet eens kijken, nou zijn het ook waardeloze boeken. Ter Braak heeft 2 romans geschreven. Dr. Dumé verliest en Hampton Court. En hij hield in een aantekenboekje bij hoeveel exemplaren van die romans verkocht werden. Ik geloof in 3 jaar 12 exemplaren. Nou, het zijn waardeloze romans, by the way. Je moet van Ter Braak geen romans lezen, maar... Waar je aan kunt zien dat iemand een geweldige essayist kan zijn en een waardeloze romancier. Maar 12 exemplaren. Iemand als Gerard van het Reven, later toch een succesauteur, die moest hard onderhandelen met de redactie van Vrij Nederland om 250 gulden te krijgen voor een paginavullend artikel. Omdat die boel niet, wat dacht je dat dat geweldig verkocht? Nee. Absoluut niet. Is bij de lezer ook... De liefde voor geschiedenis ontstaan. Is dat, kunnen er een boek herinneren nog? Nee, want ik las lang voordat ik vreselijk historisch geïnteresseerd raakte. Dat kwam door een leraar in de eerste 2 klassen van de middelbare school. En meester of meneer? Meneer de Jong. En wat maakte hem zo goed? Ja, die mijn 10 gaf voor geschiedenis op mijn rapport. Dat scheelt, zeker. Maar ja. Wat maakte hem goed als docent? Waardoor u dat... Omdat hij bevlogen les gaf en het was de semi-concentrische methode. Dus je begon met het oude Sumerië, maar dat vond ik al geweldig. En had bovendien had hij een soort platen waar je kleinere plaatjes uit kon knippen. En dan kon je ook kaartjes inkleuren van het oude Akkad, Soeren, nou, de hele Sante Kraam. Ik vond het geweldig. Ik heb massas van die dingen volgevreubeld. Ik heb jarenlang archeoloog willen worden. Ja, dit is ook het mooiste beroep wat er is. Ja, en die lui daar, dat die het uitgraven. Ja. Jij niet natuurlijk. Nee, ik hou helemaal niet van graven. Nou, meneer Verossum, ik denk toch dat ik als archeoloog, dat had ik heel erg leuk gevonden. Serieus. Ja, wat heeft u gestudeerd dan? Ik ben ook historicus. Oh, ook historicus. U bent van het pad geraakt eigenlijk. Ja, okay. Aan u van gestudeerd. Ik heb zelfs nog een keer een college bij u gevolgd. En ook. Was het wat? Ja, dat was heerlijk. Oh. Daar bestonden ook heel gemengde gedachten over. Hoe komt dat? Ik had ook vaak meisjes die zeiden, meneer Verossum, wat moet u nou eigenlijk opschrijven? En dan zei ik altijd heel flauw, is nou net wat je hier moet leren. En ze dropen af. Nou, ik weet niet, want ik liep ook nog eens, vroeger had je pauze, dat vond ik ook weer interessant, omdat ik rookte toen nog. Dus en dan liep je even langs die schriften die ze hadden laten liggen en dan keek je toch even wat ze opgeschreven hadden. En ik herinner me nog dat ik geloof dat ik het Interbellum deed of zo, maar 1919, en ik... Kijk in zo'n aantekenschrift van zo'n meisje en daar stond Eerste Wereldoorlog en daar stond een enorme dikke pijl naar beneden en daar stond Tweede Wereldoorlog. Ja. En toen dacht ik, kijk, dit is nou academisch onderwijs. Ja. Die hele rimram van de Weimar Republiek. Allemaal was in 1 pijl verworven, ja. Nou ja. De rol van de leerkracht is essentieel, is heel belangrijk voor de vakbeleving. Ja, daarom is eigenlijk, je kunt de hele onderwijsvernieuwing van de afgelopen 50 jaar kunnen we afschaffen. En dan gaan we gewoon weer terug naar goede leraren voor de klas. 4 is gaan wandelen, ja, die heb ik eigenlijk net gehad, hè? Het park bij u in Utrecht, het Willem-Willem-Park. Komt u ook echt daar tot uw rust? Ja, ik wandel niet voor de stappenteller, dat is vooral in mijn vrouwelijke kennissenkring een ziekte geworden. Die bellen elkaar ook op, we zitten nu op 9.795, we gaan nu nog even een paar trappen lopen om op de 10.000 te komen. En dat je denkt van, nou ja, dan kun je beter jezelf laten begraven, zou ik zeggen, als het zo moet. Ik wandel ook niet voor de gezondheid, dat is ook nooit... Puur om je hoofd even leeg te krijgen? Nou, leeg om warrig aan allerlei dingen te denken. Als je een stukje moet schrijven, dan kun je op de wandeling, als je de eerste 2, 3 regels al hebt en je hebt een lollige uitsmijt, dan is een stukje eigenlijk al klaar. Ja. Daartussen is het gewoon bla 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 en dan zo tot het eind toe door. Het is een mooie park, het Willeminepark, is het heel mooi, hè? Ja, het wandelen is een prachtig, Willeminepark is een fraai park, zonder meer. Het interessante is dat het bijna afgestemd is omdat de gemeenteraad het te duur vond. Ja.
Het wonderlijke is dat ik weinig vertrouwen heb in het groene beleid van de gemeente Utrecht, ondanks het feit dat er, hoe heet het, de groenen daar de grootste partij zijn. GroenLinks. Ja, ik geloof nooit dat GroenLinks voor goed is. Dat, althans op gemeentelijk niveau. Goed. Op gemeentelijk niveau. Ik wil niet generaliseren. Al met al, meneer Van Rossum, concluderend. Voor mijn neus zit een tevreden mens. Ja, zeker. Ja. Ik ben wel een tevreden mens, ja. Ik vond het weer heerlijk om naar u te luisteren. Ja, vond ik zelf ook fijn. Ja.